heb je nou? Wat is dat voor instrument? Je bedoelt... Wat is dat voor instrument? Nou, kijk, ik heb... ik hou van Fender kopieën. Mm-hmm. Vind ik leuk. Gitaren en versterkers. Dan liefst Japans. Mm-hmm. Nou is dit geen kopie, maar het is wel een Japanse Fender. Gitaar, yeah. Dat is leuk. Maar wat ik nou dus weer gekocht heb... is een Tysco versterker. Yeah. Zoals je hier ziet. De Soundport 120. Met een 15-inch speaker. Dat is best bijzonder. Een transistor versterker. Yeah. Die heb ik vanochtend gehaald in Keulen. Moet ik jou aankijken of de camera heeft? Maakt me niet uit. Okay. Vanochtend gehaald in Keulen. Met twee hele aardige mensen. Die klinkt te gek, zoals je hoort. En ik kreeg gisteren vanuit Hongarije een pakketje. En dat is een kleine broer, om zo te zeggen. Dat is de Soundport 60. Wauw. Die klinkt ook te gek. Maar op welke ga je dan spelen? Ik denk op de 60 nu, want dat is het voordeel. Die kan wat zachter. Maar deze klinkt ook wel lekker. Dus ik ben nog even aan het checken. Okay. Nou, check lekker verder. Check lekker verder. En we horen straks wel de uitslag. Je hoort wel wat het wordt. De kerkvloer. Hallo. Waar zijn we? In de kerstzouwen in Heeswijk Dinter. Hey. Ja, voor de tweede keer, want we hebben hier 4 jaar geleden ook al gespeeld met Amman. Ja. In het kleine gedeelte. En nu staan we in het grote gedeelte. Hey. Het is vanavond uitverkauft, uitverkocht is dat voor alle Nederlandse kijkers. We zijn echt heel blij mee. En ik heb mijn Boudewijn t-shirt aangetrokken. Ja. Ja. Omdat ik toch weer een beetje te dik aan het worden ben. Ja. Dat is standpunt 1. Ja. En ik keek in mijn kast en toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk helemaal geen zomerkleren heb. Oh, dat is niet handig in de zomer. Nee, lange mouwen. En toen zag ik jou dus laatst. Ja. Ik zal even laten zien aan de kijkers ook. Marcel van die hele leuke Indische zomeroverhemden. En dat wil ik eigenlijk ook, maar ik wil ze dan in L, wil ik ze. Ja. Dat het ruim zit. Ja. En ik heb ook een kaki broek erbij besteld. Precies. Die kan oprollen aan de onderkant. Ja. En leren schoenen met opengewerkt... hoe noemde jij het? Gevlecht leer. Precies, ja. Beetje, James Bond stijl was het eigenlijk. James Bond Monaco stijl. Ja, precies. Dus van de week, als het goed is, dan heb ik het allemaal binnen. En dan ga je de nieuwe Dave zien. En gezellig. Een broodpet. En een broodpet. Oh ja, een broodpet, ja. En de waterpijp. Geïnspireerd wel, door bij. Tim Kier, wil ik ook een broodpet. Ja. Leuk! Dat was het. Nou, we gaan het meemaken. Gezellig. Yes. Hebben jullie trouwens de Bastion Allian Caravan al gezien? Ja, zeker. Ja, dat staat hier bovenaan. Ja. Ja. We zijn al langs geweest. Ze waren thuis. Waren ze thuis? Ja, we waren thuis. Maar de grote vraag blijft natuurlijk altijd. Was de robot er ook, Robin? Nou, zullen we even naar de beelden gaan? Ja, is goed. Paul, heb jij Bassie gezien? Hè? Heb jij Bassie gezien? Nee, maar ik heb wel... Zou die thuis zijn? Ja, eens even kijken. Zullen we even gaan kijken? Aankloppen. Klop even aan. Bassie, Robin, Adriaantje. Zijn ze niet thuis? Ik denk dat ze aan het slapen zijn. Hey. Hallo vriendjes en vriendinnetjes, fijn dat jullie er zijn. Hey, hallo allemaal. Ik was helemaal vergeten dat jullie vandaag zouden komen. Leuk hè? Leuk ja. Heel leuk. Ja. Je moet nou ook al een jaar of 40 zijn, Robin, toch? Zo ja. Hoe oud zou die zijn? Ja, ik denk een jaar of 40. Ja. Nou, zeg maar dag mensen. Dag mensen. Zo Spies. Hey. Welke versterker is het geworden? De grote, de 120. De grote. Ja, van nu. Hoewel, maar gaat het allemaal goed? Ja, eigenlijk wel. Ja, er gebeurt natuurlijk net weer van alles, maar het is ook weer... Zoals met iedere versterker, wat jullie dan weer over het hoofd zien, want jullie lachen mij natuurlijk graag uit, snap ik hoor. Hoewel ik zelf helemaal niet zo ben, ik hou daar niet van, maar goed, ik begrijp het wel. Is het ook een combinatie van hoe je het dan het beste kan aansluiten? Oh, ja. Dat is even zoeken altijd. Ja. Want iedere versterker reageert wel anders op je pedaaltjes. Ja. Dus maar nee, ik vind hem te gek. Ja, gaat het tot worden? Ik vind hem echt, ik vind het echt goed. Ja.
Omdat hij ook wat zachter kan en niet zo zwaar is. Maar goed, het feit dat hij zachter kan betekent niet dat ik hem zachter zet. Hè. Dat hebben we al gemerkt. Dus, nou, we gaan het meemaken. Ja, we maken het mee. Zeg maar dag mensen. Dag mensen. En we zien volgende week al wat het, of hij er nog staat of niet. Ja? Ja. Oké. Okay. Zo, jongens. Hoe ging de soundcheck? Staat hij aan? Goed. Dat je mij wel moet ondertoetelen. Wat vonden jullie van, wat vinden jullie van de nieuwe versterker van Spies? Ja, dat kan je misschien beter aan mezelf vragen, want ik zag hem nogal struggelen zeg maar, met ja, de nieuwe had moeilijk mee. Opzet. Ja. Ja, ja. Ja, wat vind jij ervan? Ja, hij heeft natuurlijk elke week weer een nieuwe versterker. Ja. En ik heb het idee dat ze steeds slechter worden ook. Ja. Ja, ze versterken. Het doet op zichzelf niks. Je versterkt alleen wat je hem geeft natuurlijk. Ja, 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 input uiteindelijk. Als je weinig geeft, dan krijg je weinig terug. Het is misschien ook wel leuk om hier een soort van terugkerend thema te hebben. Dat is nou een beetje aan het ontstaan natuurlijk. Ja, nog steeds, want er is echt serieus elke week een nieuwe versterker. Ja. Ja, vorige week had hij een Rickenbacker versterker ineens. Ja. Aangezien je gespeeld wordt, moet ik wel zeggen. Renier, wat vind je van de nieuwe versterker van Ajax Spies? Nou ja, ik vond hem een beetje schel in het begin eigenlijk. En hij is heel groot, dus er zit wel zo'n speaker in. Hoe lang denk je dat hij deze versterker in zijn bezit houdt? Nou, ik denk dat 2 maandjes. Dat is wel positief, moet ik zeggen. Nou ja, 2 maandjes tops. Ik zou zeggen dat ze volgende week op Marktplaats staan. Hou de Marktplaats in de gaten, mensen. Ik zet op 1 week of 2. En anders net na de vakantie. Kan ik 2 weken over nadenken. Ja, 2 weken natuurlijk. Ik denk 3 weken dan. Ja. Zet er wel geld op in dan ook? Ja, dat kunnen we al doen. Ik denk... Mooi. Ik denk eerlijk gezegd dat ik ze straks gewoon opzet. Ik sta nou bij, ik heb telefoon bij me. Dus Marktplaats app hier staan er zo op. Show me that smile. Show me that smile. Don't waste another.